Justitie-minister Kenneth Amoxie ontkent het dat de politie buiten de regels om heeft gehandeld in de zaak waarbij assembleelid Melvin Bouva gisteren de DNA-zaal is uitgezet. De minister sprak journalisten voor aanvang van de ministerraad. De bewindsman zegt dat er duidelijke richtlijnen zijn voor de wijze waarop een ordeverstoorder aangepakt moet worden. Aanzien van uw vraag. Kijk, er zijn regels. Overal zijn er regels. Toch? En de leiding van de Nationale Assemblée, die de vergadering leidt, ook daar moet er orde worden gesteld. En als er assistentie wordt gevraagd van de politie, van de sterke arm, om de orde te helpen handhaven, dan moet de politie dat doen. Zo werkt de politie. En de politie heeft procedures, heeft protocollen waarmee er opgetreden wordt. En precies die protocollen zijn gevolgd om in dit geval de DNA-lid Bouva buiten te zetten. Dus het is geheel volgens procedures gegaan. Amoxie zegt verder dat elke politieambtenaar getraind is om te handelen als er sprake is van het verstoren van de orde. Hij benadrukt dat de politie bij verzet ook het verzet mag breken volgens het wetboek.